Hallo iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Ik ga een video opnemen van jullie. Voor alle gelovige mensen die onder ons meekijken. Ik ga het verhaal voorlezen van Jozef. Tot zo. Hallo iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Ik ga een video opnemen van jullie. Voor alle gelovige mensen die onder ons meekijken. Ik ga het verhaal voorlezen van Jozef. Tot zo. Hallo iedereen. Even het verhaal. Van Jozef. Is terug. Zo. Gaan we binnen, mensen. Het verhaal van Jozef. Jacob is een man geworden. Hij is getrouwd en heeft 12 zoons. Een van hen is Jozef. Jozef is de lieveling van vader Jacob. Jacob geeft hem prachtige kleren. De broers van Jozef worden zo jaloers op hem. Zij willen Jozef weghebben. De broers zijn herders. Ze passen op de kudde van de vader Jacob. Op een dag zijn ze heel erg ver weg. Van het huis vandaan met de schapen. Jozef is thuisgebleven. Jacob zegt tegen hem. Jacob. Zegt tegen zijn vader. Ga jij eens kijken waar je broers zijn, hoe ze het maken? Jozef gaat op weg. De broers zien hem van de verte aankomen. Ze zeggen tegen elkaar, Jozef moet weg. Ze pakken hem beet en gooien hem zonder pardon in de put, in een hele diepe put. Er staat geen water in de put. Een tijdje later komen er buitenlandse mensen aan. De broers halen Jozef uit de put en verkopen hem. Jozef moet mee naar Egypte. Daar moet hij heel hard werken. In Egypte is er een grote rivier, de Nijl. Er wonen veel mensen en er groeit ook heel veel koren. De koning van Egypte wordt farao genoemd. Op een nacht heeft de farao een hele gekke droom. Hij droomt dat hij aan de kant van de Nijl staat. Uit de rivier ziet hij 7 mooie koeien komen. Echt mooie stevige koeien. Ze gaan langs de oever grazen. Daarna ziet hij 7 andere koeien uit de rivier komen. Maar die koeien zijn heel erg mager. Hebben dus nooit wat gekregen qua eten. En ze eten de mooie stevige koeien om. De volgende morgen roept de farao alle mannen uit Egypte bij zich. Hij vertelt hun wat hij gedroomd heeft. Maar niemand kan het hem zeggen wat die droom betekent. Dan hoort de farao dat Jozef de dromen kan uitleggen. Hij laat Jozef komen. Hey jij daar, kun jij me de dromen uitleggen? Jozef zegt, ik kan het niet, maar God wel. De droom is een boodschap van de Heer Jezus. Eerst komen er 7 mooie stevige koeien. Dat betekent dat er heel veel graan groeit in Egypte. En koren zal groeien 7 jaar lang.
Maar dan komen de 7 magere koeien. Dat betekent dat er in Egypte niets meer zal groeien. Ook 7 jaren lang. Als u er niets aan doet, Farao, komt er straks een hongersnood. Jozef zegt, u moet de grote schuren laten bouwen. Om het korren van de goede jaren te bewaren. De Farao antwoordt, dat is een goed plan, Jozef. Niemand is zo wijs als jij. Ik geef jou het bestuur over heel Egypte. Bouw jij dan zelf de schuren, zegt hij. En regel jij ook de rest? Het verzamelen en het uitdelen van de koren. Zeven jaren lang is er maar meer dan genoeg eten. Er wordt veel koren geoogst. Jozef verzamelt alle voedsel in de schuur. Maar dan zijn de goede jaren voorbij. Overal in de wereld komt er hongersnood. Alleen in Egypte is er voedsel. Overal vandaan komen de mensen naar Jozef. Hij deelt het koren uit. Zo worden de mensen gered van de honger. Ook de broers van Jozef komen naar Egypte om koren te kopen. Jozef vergeeft het hun dat ze hem vroeger zo slecht behandeld hebben. Hij zegt, kom met vader Jacob naar Egypte. Hier is brood genoeg voor allemaal. Jacob reist met zijn hele familie naar Egypte. En God gaat met hem mee. Het tweede verhaal dat ik zal voorlezen van jullie, dat is de uittocht uit Egypte. De Israëlieten wonen in Egypte. Dat mogen ze van de koning van Egypte. Die wordt Farao genoemd. Na een paar jaar gaat Farao dood. Er komt een andere koning. Die houdt niet van de Israëlieten. Hij laat ze werken als slaven. Ze moeten stenen bakken en grote muren bouwen. Ze worden vaak geslagen. Maar op een dag roept God een van hen. Mozes, God zegt tegen hem, ik heb gezien hoe moeilijk mijn volk het heeft in Egypte. Ik heb gehoord hoe ze roepen om bevrijd te worden. Luister, Mozes, zegt tegen hem, dat hij de Israël... Ik wil dat jij naar de Farao gaat en zeg tegen hem dat hij mijn Israëlieten moet laten gaan. Ik zal hem naar een mooi groot land brengen. Daar zal voor jullie volop melk en honing zijn. Maar de Farao wil de Israëlieten niet laten gaan. De Farao wordt bang. Hij laat Mozes halen. Ga alsjeblieft weg zo vlug mogelijk. Het loopt uit, zegt hij, en neem de volk mee. Anders gaan we straks allemaal nog dood. Diezelfde nacht. Diezelfde nacht pakken de Israëlieten alle spullen bij elkaar. En ze nemen eten en drinken mee en gaan nog naar huis. Dag en nacht reizen die Israëlieten door. Ze komen bij de Rietzee en slaan daar hun tent op. Maar de Farao heeft spijt dat ze ze heeft laten gaan. Wat zijn we toch dom geweest, zegt hij tegen de dienaren. Nu hebben we geen slaven meer. Weet je wat? We gaan ze terughalen. En de Farao gaat met zijn soldaten de Israëlieten achterna. Ja, de Farao is niet zo heel net, man.
Israëlieten zien de farao met zijn hele leger in de verte al aankomen. Ze worden erg bang. En boos. Ze zeggen tegen Mozes: Mozes, het is allemaal jouw schuld. Jij zei dat we uit Egypte moesten vluchten. En we gaan. Maar Mozes zegt tegen hem: wees toch niet zo bang. God zal ons redden. Dan zegt God tegen Mozes: pak je stok en strek je arm over zee uit. Dat doet Mozes. Meteen gaat het heel hard waaien en de wind blaast het water weg. Hier zien jullie dat ze heel boos over mij. En de andere foto doet hij zijn hand echt lekker. Nu kunnen de Israëlieten zomaar door de zee lopen. Rechts, links van hen is water. Maar waar ze lopen is het droog. De soldaten van de farao komen hen achterna. Ze willen hen grijpen. Ze willen hen grijpen en terugvoeren naar Egypte. Ze hebben de Israëlieten al bijna te pakken. Als dat maar goed loopt, afloopt. Maar dan blijft het wielen van hun wapens in de modder steken. Ze komen bijna niet meer vooruit. Ze komen de Israëlieten. Ze komen bijna niet meer vooruit. De Israëlieten hollen intussen zo hard als ze kunnen. Naar de overkant. Als ze daar zijn, houdt het ineens op met het waaien en stroomt het water terug. En alle Egyptenaren verdrinken. Nu zijn alle Israëlieten echt vrij. Wat zijn ze blij, zeg? En ze hebben dat te danken aan God. Dat hij hen gerecht gered heeft. De volgende Bijbelverhaal die ik zal voorlezen is een heel ander verhaal. Maar dat zullen jullie de volgende keer zien. Vonden jullie dit nou een leuke video? Like en deel hem dan eraf. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal De Kant te Benden. Wanneer je een belletje ontvangt, ontvang je elke bericht die we hebben. En tussendoor zullen wij ook wel een keer live verschijnen. Bedankt voor het kijken en graag tot bij de volgende vlog. Doeg!